Een hele goede morgen. Toen u gisteren ging slapen, leek het nog of er iets anders zou gaan gebeuren. Maar Britse media durven de voorspelling inmiddels al aan. En volgens hen hebben de Britten voor het verlaten van de Europese Unie gestemd in het Brexit-referendum van gisteren. Op dit moment worden de stemmen nog geteld. En tot nu toe heeft het Brexit-kamp een lichte voorsprong op de blijvers. De tussenstand op dit moment, 52% heeft gestemd voor het verlaten van de Europese Unie, 48% voor blijven. Feest dus in het Leave-kamp, dat kunt u wel nagaan. Yeah! Als in de loop van de nacht de eerste uitslagen komen, gaat het Leave-kamp aan kop. UKIP-leider en Brexit-aanjager Nigel Farage durft het inmiddels wel aan. This, if the predictions now are right, this will be a victory for real people, a victory for ordinary people, a victory for decent people. Het ook al Independence Day. David Cameron heeft nog niet gereageerd. Hij heeft zijn politieke lot min of meer verbonden aan de uitslag van dit referendum. En heeft tot het laatste moment campagne gevoerd om in de Europese Unie te blijven. Opkomst bij het referendum was hoog. 72% van de Britten maar liefst heeft zijn stem uitgebracht. We praten met onze correspondent in Groot-Brittannië, Anne Sane. Anne, wat is er gebeurd vannacht? Ik weet het niet. Het is ongelooflijk. Niemand had dit verwacht eigenlijk nog. Zeker niet na die laatste peilingen die gisteravond uitkwamen. Dat was een soort peiling die leek op een exit poll. Daaruit bleek dat met een kleine meerderheid het blijfkamp zou winnen. Zelfs Nigel Farage van de anti-Europa-partij UKIP, die ging er eigenlijk vanuit dat dat wel zou kloppen. Hij zei nog, waarschijnlijk gaan we verliezen met een kleine minderheid, maar het volk heeft nog niet gesproken. Het volk heeft wel gesproken en het lijkt er dus op dat Groot-Brittannië de Europese Unie gaat verlaten. Wat zijn hiervan de consequenties? Want dit gaat een heel groot ding worden. Ja, het is, er is nog veel onduidelijk. Wat we in ieder geval nu al weten is dat de pond gekelderd is. Voor het laagste niveau staat het nu sinds 1985. Dit hadden de City van Londen had dat wel al verwacht. Dat dit zou gaan gebeuren in geval van een Brexit. Dat zal in ieder geval de komende dagen nog aanhouden, maar misschien ook nog wel langer. Dus die markten die krijgen wel een flinke klap. Maar er liggen draaiboeken klaar. Wat die precies zijn, dat weten we niet. Ook de Britse regering heeft een plan klaar liggen. Ze hebben 125 miljard euro apart gezet om de economie te steunen in geval van een Brexit. En ja, de verwachting is natuurlijk nu dat als het de BBC klopt wat ze zeggen, dan zal David Cameron waarschijnlijk later vandaag zijn aftreden nog bekendmaken en binnen enkele dagen een officiële brief sturen naar de Europese Unie om artikel 50 van het Europees verdrag op te zeggen en het lidmaatschap van Groot-Brittannië in de Europese Unie op te zeggen. Dus, binnen enkele dagen al verwacht je dat die brief eruit gaat. Cameron zal de handdoek in de ring gooien, want dat is toch min of meer wel de verwachting. Dus het land stuurloos en uit de Unie. Dat hele procedé wordt in werking gezet. En vervolgens onderhandelen? Dan onderhandelen, ja. Volgens de Europese verdrag moet er 2 jaar geonderhandeld worden. Dat is de termijn wat ze stellen voor de voorwaarden waarop Groot-Brittannië de Europese Unie kan verlaten. In werkelijkheid, ja, er moeten boekwerken doorgespit worden van meer dan 80.000 pagina's. Dus in werkelijkheid zal dat misschien zelfs nog wel langer gaan duren. Maar de officiële tijd die daarvoor gegeven wordt is 2 jaar. Ja. Het is een interessante wending in de nacht, moet ik zeggen. Heb je al andere reacties uit Groot-Brittannië dan die van Nigel Farage die we net lieten horen? Nou, er is vooral veel ongeloof en onbegrip ook wel. Mensen die ik om mij heen sprak, journalisten, deskundigen, die verwachten eigenlijk gisteren toch nog wel dat het een Remain zou blijven. Dat ze binnen de Europese Unie zouden blijven. Die peiling zei dat dus ook. Dus er is vooral veel paniek wil ik niet zeggen, maar wel veel ongeloof. En ongeloof, dat is eigenlijk het woord dat ik zoek.
Oké, Anna, wij wachten met jou op de definitieve uitslagen die in de loop van de ochtend zullen komen. Ik spreek jou later weer. Dankjewel voor nu. Ook op de wetkantoren is de stemming inmiddels omgeslagen. Tot gisteravond waren de gokkers er zeker van. De Britten zouden binnen de Europese Unie blijven. Maar dat geloof is nu volledig verdampt. Bij het grote wetkantoor Ladbrokes gaat 91% van de gokkers inmiddels uit van een vertrek uit de Europese Unie. Slechts 9% van de gokkers rekent op een overwinning alsnog van Remain. Ook de financiële markt, u hoorde het net al van Anne Sane, reageren fel op de eerste uitslagen. Het pond kwam gisteren nog op het hoogste punt van het jaar. Maar die stemming is totaal omgeslagen. Pond is gekelderd enorm. Gisteren bijna $1,50 waard. Koers van de pond staat nu 15% lager op het niveau van 1985. Zolang hebben we dit dus niet gezien. Tot zover deze korte uitzending. Om 7:00 zijn we terug met een uitgebreidere uitzending. Met de Full English Brexit Show. Zo zullen we het maar eventjes dopen. We hebben hier veel gasten aan tafel. We hebben ook reacties uit Den Haag. Reacties uit Brussel. Bart Rijnen zit daar. We praten met Frits Wester. En uiteraard onze correspondenten in alle hoofdsteden. Londen, Parijs en Berlijn. Graag tot zo.